Nederlandse bondscoach, Louis van Gaal. Oh, dat het niet te koud is. Is ja, het wel, het maar ja. Genoten van de training? Ja toch? Mensen, legends! Ja! Dank je handen. Heel erg bedankt. Dank u wel. Even de beste. En we zijn hier nu in de trein hier zo midden in Amsterdam Centraal. We gaan hier vandaag iets echt super, super, super leuks doen, mensen. We gaan hier nu naar Zeist toe om daar de open training van het Nederlands elftal te kijken, mensen. En we zijn hier nu in een stilte coupé, dus ik moet een beetje zachtjes praten. Maar ik heb er hartstikke veel zin in om samen met mijn vader hier zo. Let's hop straight into this en heel veel plezier met kijken. Ik ben hier ook helemaal voorbereid, mensen. Oud Nederlands elftal te nu. We zijn hier nu zo op Utrecht Centraal, mensen. We gaan nu wachten op de trein richting Rhenen. Daar zo gaan we nu op overstappen. Dan gaan we uitstappen bij station Driebergen-Zeist. Ja, dan gaan we nog even een OV-fiets nemen om dan naar het KNVB-campus te fietsen. Want als je dan nog de bus neemt, moet je daar nog 25 minuten lopen. Dat willen we niet hebben, dus doen we het lekker snel met de fiets. Mensen, we zijn hier nu zo in de taxi. De OV-fiets daar zo op het station in Driebergen-Zeist, die konden we daar niet gebruiken om de een of andere reden. Dus ja, dat was eventjes hartstikke balen. Dus zijn we nu hier zo in een taxi. Op deze manier kunnen we tenminste nog op tijd komen. Dus dat is hartstikke fijn. En dan gaan we zo meteen naar binnen toe en komt het allemaal helemaal goed. En we zijn er hoor, mensen. We zijn op het KNVB campus. Zie daar verderop is de ingang, mensen. We gaan onze tickets pakken. En hier zijn nog een aantal beelden van oude bekende voetballers. Ook heel mooi om te zien. Deze hier zo is Dennis Bergkamp. En Johan Cruijff. Laten we die zeker weten ook niet vergeten. We zijn hier zo aangekomen, mensen. Mooi. Daar is verderop wordt een interviewtje gehouden. Of nou ja, een presentatie voor SBS6. En ja, dan gaan we zo meteen weer zo door die poort naar binnen. En gaan we van de training genieten. Ik tril op dit moment een beetje, mensen. Want ja, we hebben net ook op Ilse afgezapt van Hart van Nederland. Ja. Dumfries. Nog een beetje gevolgd. Ja, zeker. Wat denk je van die twee? Ja, nou ja, we hebben het al gehoord op de worden er langzaam aan gebracht, denk ik, als de meeste mensen. Maar mensen is het al zoveel geweest, dus die komen aan ons wel. We zijn gewoon helemaal uitgebreid interviewd zo helemaal. Dus, ja, en ik denk zelfs dat we nog een goede kans hebben om op de tv te komen ook, dus ja. Mocht het zo zijn, dan gaan we dat even checken. Misschien staat er een linkje van in de beschrijving. Misschien wel, misschien niet. Ga ik even kijken. De rij beweegt eindelijk, mensen. We gaan naar binnen toe. Daar is het wel, mensen. We gaan erop af. Kijk eens aan, zijn hier lichtjes of zo? Ja, lichtjes. Ah, dank u wel, hoor. Daar zo hebben we Jeroen Stekelenburg, mensen. Heel dichtbij nu. Die staat er met een lekker bakje koffie te genieten. En is zelf ook bezig met de vloggen voor In het Spoor van Oranje. We zijn hier wel leuke tentjes met leuke activiteiten hier zo bezig, hoor. Dat is wel heel leuk hier zo. Ze houden je hier wel entertained. Het is echt hartstikke koud hier zo, dus ik ben even naar een van die tentjes gegaan. Heb ik hier zo wat chocolademelk eventjes wat gekocht. Dus kan ik even wat extra warm worden. We starten zo meteen de open training met de opkomst van de Oranje selectie. Gevolgd door het openingswoord van Oranje aanvoerder Virgil van Dijk. Waarna de spelers een eerder ronde zullen maken.
En tijdens die eerder ronde laten Lucas en Steve hun WK-anthem Lions Roar voor het eerst live horen, exclusief voor jullie als Oranje fans. Na de eerder ronde eindigen we de openingsceremonie met een groepsfoto. Zorg dus dat je op tijd plaatsneemt op de tribune, anders ja, sta je er niet op, dat is een gemiste kans natuurlijk. En aan het einde van de open training zal de bondscoach zich nog tot jullie richten voor een afsluitend woordje, waarna jullie allemaal een oranje goodiebag mee naar huis zullen krijgen. Ik wens jullie heel veel plezier vandaag en maak er een mooie avond van. Ja, en voor die groepsfoto, we zouden dan heel snel op de tribune mogen staan, maar ik weet niet of dat op die tribune daar zou zijn of hier zo, bij deze rijden. Dus dat is dan eventjes gewoon eenmaal de vraag, maar daar komen we nog wel achter. Ik heb het net daar door de verrekijker heen gekeken en er staan daar daadwerkelijk wel wat spelers. Virgil van Dijk heb ik daar zo gezien, Frenkie de Jong en ook Noah Lang. Voor de rest weet ik het niet, het is een beetje moeilijk te zien van deze afstand nog. Danny Blind en Edgar Davids. It's starting to get real now. Dames en heren, de bondscoach Louis van Gaal. Daar hebben we Lobietje. Andries Noppert. Remco Pasveer. Hey, de keepers. Nathan Ake. Daley Blind. Julian Timber. Hey. Denzel Dumfries. Stefan De Vrij. Matthijs De Ligt. Gaan we, Frimpong! Frenkie de Jong! Woe! Frenkie! Steven Berghuis! Davy Klaassen! Teun Koopmeijer! Cody Gakpo! Martin de Roo! Kenneth Taylor! Xavi Simons! Ja hoor, Xavi Simons! Memphis Depay! Woo! Steven Bergwijn! Vincent Janssen! Luc de Jong! Noah Lam! Nootje! Wout Weghorst! Onze aanvoerder, Virgil van Dijk! Woo! Virgil! Dames en heren, hier bij het woord aan onze aanvoerder, Virgil van Dijk. Goedenavond, goedenavond. Dankjewel voor jullie komst. Hoop dat het niet te koud is. Is het wel, maar ja. Deze training genieten. En gaan we ons best doen. Dus tot straks. Woe! Tot gesproken. Dat was een korte toespraak. En dan volgt nu in de eerder ronde door de Oranje Internationals. Muzikaal begeleid door Lucas en Steve met hun WK-anthem Lions Roar. Oké. Daar gaan we dan. Ja hoor, daar komen ze eraan. Kom naar ons toe. Hij lacht gewoon wel hoor. Hij lacht gewoon wel.
Hey! Ja, veel plezier. Zal Van Gaal nou wel of niet lachen op dit moment? Kitje wordt helemaal gek. Ja, dat is toch wel echt te gek hoor. Van dichterbij maak je ze echt niet mee. One touch spel. Ah ja. Timbers erin. Samen met Jansen. Nu Bijlo. Kom op weg hoor. Je moet wel je lichaam gebruiken, hè. Het is dat ik zelf 18 ben. Maar als ik dan hier zo dan nu bij sta, dan lijken de spelers voor mij nu gewoon een stuk kleiner dan op tv gewoon. Ah, jammer. Noah Lang ging daar net naar de grond toe. Mooie bal van Frenkie. Mijn idool, mensen, Frenkie. Daar hebben we Memphis hoor, met zijn hakjes. Frenkie heeft wel net de lokjes hoor. De bondscoach is daar aan de andere kant bezig met de jonge spelers. Daar zijn Simons en Frimpong nu ook bezig. Ja, die nummer. Dan denkt hij dat het een goede is. Heel goed. Mijn bus! We doen nu even een combinatiespel in een driehoekje. Ze wisselen steeds van kaart, ballen lopen. De echte intensieve trainingen die doen ze natuurlijk achter gesloten deuren. Maar ja, dat maakt het niet minder spectaculair. Dit is het dichtstbij dat ik de bondscoach in het echt heb gezien tot zover. Een aantal internationals hebben het veld al verlaten, maar hier zit de bondscoach nog een aantal andere spelers nog eventjes verder te coachen. Waaronder Memphis. Ik ben wel verrast dat Memphis dan niet ook al het veld heeft verlaten, want hij is ook net herstellende van een blessure. Maar ja, je weet wat Van Gaal zegt, het is een revalidatiecentrum. Volgens mij haalt hij nu juist de jonge spelers en een beetje de nieuwe spelers nu ook van het veld af. Nu gaat deze oefening op een wat hoger tempo. Ze rennen wat meer met meer snelheid, pasen met meer snelheid. Ja hoor, hij lacht toch wel, hij lacht toch wel. Daar zijn spelers nu even een partijenpositiespel. Wat ben ik jaloers op die spelers. Zij kunnen lekker de hele avond doorbewegen en ik moet hier zo de hele tijd stilstaan in de kou. Nou ja, die doen het om een reden en het is het helemaal waard geweest. Toespraak van Van Gaal nog, mensen. Ja, jullie hebben een fantastische training gezien. Met heel veel enthousiasme, maar ook heel veel inzet. Wij danken jullie voor jullie stukken hier vanavond. Dat is ongelooflijk. Maar volgens mij zijn we ook nog thuis op de buis geweest. Wij hopen dat jullie ons blijven steunen. Want dat hebben we hard nodig. Willen wij wereldkampioen worden. Dank voor jullie steun. Heel veel plezier met het WK. Dan hebben wij dat ook. Hoi. King Louis. Ja hoor, echt een man is het toch. Hé hey, Jeroen. Jeroen. Ah, jammer. Jeroen, genoten van de training? Ja.
Genoten van de training? Ja toch? Ja zeker, we worden wereldkampioen hè? Ja. Memphis! Hey Memphis, legend! Later! Even nog een souvenirtje meepakken. Hey, leuk. Prachtig. Vraag me af wat erin zit. Oeh, neus is helemaal rood van de kou. Oh, ik hoop dat ik niet verkouden ben morgen, want ik heb dan weer school. Oeh. Nou mensen, ik heb er echt ontzettend veel genoten. Daar gaan we dan weer. En hier is ook een spelersbus. Woejo. Oh my god. Het is tijd dat wij er weer vandoor gaan. Ik heb ontzettend veel genoten van die open training. En deze ga ik in de bus nog even uitpakken. Nou mensen, hier ben ik dan weer terug thuis. Man, het was koud vanavond. Echt zeg, ik heb me echt veel te licht gekleed. Echt, daar moet ik me volgende keer echt beter aan denken. Dit heb ik dus nog helemaal niet geopend. Dus dat ga ik dan nu eventjes doen hier zo. Lekker handig zo. Oh, wow, look at that. Allerlei spulletjes hier zo. Je raakt nooit uitgespeeld. Verkreukelde stickers. Omdat ik er per ongeluk op had gezeten. En er is nog meer. Oh, cadeaubon. Nou ja, altijd leuk. Zal er waarschijnlijk niks mee doen, maar whatever. Ah, en dit is wel het allermooiste dan nog altijd. Het logo van het Nederlands elftal. Daar zal ik zeker nog wel even iets speciaals mee doen. Ik heb echt ontzettend veel genoten. Het was dan wel hartstikke koud, maar het was ook echt hartstikke genieten vanavond. Ik zeg het nog een keer, van dichterbij maak je ze gewoon nooit mee. Anyways, hopelijk vonden jullie dit nou echt een super leuke video mensen. Zo ja, vergeet dan vooral niet dat duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Notificaties aan te zetten. Zo krijg je weer een melding binnen als er weer een super dope video weer uitkomt. Dus tot de volgende keer en tot ziens en later.